Wij vinden dit nog een beetje vreemd, maar in, ja. als we nu een podcast in Duits waren. Ja. Zeggen, oh, EMS-studio, natuurlijk. Ja. Hier, om die ekken. Met een kwart miljoen mensen in Duitsland die het gebruiken. Een kwart miljoen? Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sterkere spieren met behulp van elektrische stimulatie. Zinvol of onzin? Om je spieren in vorm te krijgen moet je ze trainen. Het gaat helaas niet zonder inspanning, vermoeidheid en spierpijn. Gelukkig zijn er nu electro waar je spieren moeiteloos aan het werk worden gezet. Maar word je hier wel sterker en fitter van? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gerrit! Goedemorgen! Goedemorgen! Hoe is het? Ja, een beetje spierpijn. Een beetje spierpijn hè? Ja, <laughs> je bent proefpersoon geweest. Ja, ja. Leuk, leuk, leuk. Leuk voor het verhaal van deze aflevering. We gaan het hebben over EMS, ja. oftewel elektromiostimulatie. Ja. Een manier om je spieren te trainen zonder te sporten. Nou... Als je ja, dat al dat hoort, we allemaal wel, hè? dat klinkt ja, wel zeker. als een magische zilver ja. bullet. Dus we gaan maar eens op zoek naar de antwoord op de vraag, wat is EMS? Hoe werkt het precies? Word je er inderdaad sterker en fitter van? Uh, onderkent de wetenschap dat ook? Is dat wetenschappelijk aangetoond of is het alleen maar marketing speak? Wie kan hier specifiek baat bij hebben en uh, zijn er misschien nog nadelen? Nou, we gaan natuurlijk ook jouw anekdotes even horen van hoe het was. Je bent er geweest ja. bij zo'n training. En we gaan aan het einde van de aflevering ook even zoomen met Vroemen om te kijken hoe hij tegen dit fenomeen aankijkt en of hij nog specifieke toepassingsgebieden ziet. Ja. Maar bij het begin beginnen, Jurgen, waarom hebben we het vandaag over EMS? Ik denk uh, eigenlijk was getriggerd. Ik liep nog eens even onze oude mailtjes en onderwerpssuggesties door en we hebben ooit een uh, via. Twitter heette toen nog. Ja. Nee, nu X. Voormalig Twitter, voormalig, nu X. Uh, voormalig X. Toen heette het nog Twitter. Ja. tweetje ja. ja. ah, gehad uh, van Anton, Anton Bolthek. Ja. ja. Boltheck over uh, EMS. En uh, ja, Jurgen, hoe kijk jij hier tegenaan? Is, ja. je weet, Is er, er al een aflevering voor? over slimmer presteren? Ja. Over elektrostimulaties, pier pijnbestrijding. Ja. Nou, dan wil ik bij deze, uh, Anton, ik ga het niet hebben over pijnbestrijding. Het eerste wat ik ging opzoeken, is eigenlijk wat hij doorstuurde, ik kwam ik bij een, een firma uit. Uh, ja, uh, Compax, kan het hier wel noemen. Nou, niet, niet dat wij daar uh, relaties mee hebben. Nee, ik zeg het maar weer voor de nieuwe luisteraars. Wij worden niet gesponsd. Anders dan door Live Online Events voor de productiekosten. En als er iemand sponsert, dan hoor je dat in het vaste segment de koffiepotsponsor. Ja. En ik kwam daar dus. Nou, wat bieden zij aan? Zij bieden apparaatjes aan. Stimulatoren eigenlijk met daarbij uh, elektrodes of sensoren die. Plak jij op jouw benen of armen of waar je ook wil. Ja. En die apparaat kosten tussen de 300 en 1300 euro. En de ene doet wel aan pijnbestrijding en, en zelfs massagemogelijkheid. Dus er zitten verschillende modellen. Dit is wat jij vond op, op deze website. Zie je ja. een, een uh, hele winkelkast aan ja. spulletjes. En dit is, doe, je, dat doe je dan thuis, zeg maar. Dus er ja. was een beetje, en er worden een aantal beloften wel gedaan. En ik kan me voorstellen dat Anton daar wel door getriggerd werd voor fysieke voorbereiding, spierherstel en pijnbehandeling, sport en fitness. Nou, je, je lees jij een nu app. voor van de website? Ja, van de web. Ja. En dan hebben ze een mooi plaatje staan dat je 20 minuten kan sporten. En dan, ik weet niet hoe vaak je dat moet doen. Dan, nou, je gaat je kracht omhoog met 27 en jouw explosiviteit met 15. En uh, nou, je verticale jump, je sprongkracht met veertien hey, minuten. En jij procent. zegt 20 minuten sporten. Ja. Maar dat zou in dit geval betekenen: 20 minuten stilzitten. met een apparaatje op je spieren? Of? Ja, was een beetje duidelijk. Want dit doe je dan thuis. Ja. en inderdaad, je, stimu ja, je stimuleert eigenlijk met draden of draadloos. Kan tegenwoordig ook. Uh, je spieren. Nou ja, we weten: uh, spieren worden normaal aangestuurd. Natuurlijk vanuit de hersenen via zenuwen. Mm -hmm. Dat werkt allemaal via eigenlijk elektrische stroompjes. En als die uh, stroom maar sterk genoeg is, dan zou je in principe gewoon je spieren aan het werk kunnen zetten. Ook van buitenaf. Ja. En dat is eigenlijk wat er gebeurt natuurlijk. Uh, en ik, uh, nou ja, aan de kant pacemakers doen het in het hart natuurlijk. Of uh, defibrillatoren. Nou, iets. Ik, als maar ik moest aanbied, meteen denken dan, uh, aan een uh, Golden Oldie. We hebben tegenwoordig sinds de 150ste aflevering nu aan het eind van de aflevering altijd een luistertip hmm. voor een oude aflevering zitten. Ja. We hebben het toch wel eens over breinstimulering gehad, ja. wat ook was met stroompjes. Ja. En een Duitse studie die dan had aangetoond dat je duim sterker werd van de elektrische stroom. De laatste kant, nou, dat was het hele idee, inderdaad, dat jij uh, je vermoeidheid een beetje kan opheffen of ontregelen. Door eigenlijk het motorische centrum hebben we het dan over. Ja. Door die uh, gunstig eigenlijk te manipuleren, te modelleren, waardoor de, de output vanuit dat centrum richting jouw spieren, blijft doorgaan. Ja. ondanks dat je moe, moe wordt. Conclusie ja. was toen: kinderschoenen experimenteel. Ja, dit is niet zo lastig we massaal gaan om, om ja. precies op de juiste plek dat te doen. Ja. Dit, dit ligt... is aan de andere kant ja. stroom, dus niet zozeer in de hersenenstroom, maar op de ja. spierenstroom. En dat klinkt op zich een stuk makkelijker ergens. Je zit gewoon de dicht... goede plek. Te je zit dichterbij. Hè. Je zit al gewoon in de buurt van die spier. En het lukt inderdaad van, uh, om uh, je spieren eigenlijk te laten samentrekken als je ze buitenaf uh, stimuleert, elektrisch gezien. Alleen de vraag is, ja, uh, werkt dit nou echt zo en levert dit inderdaad in 20 minuten zoveel op als zij suggereren? En aan de andere kant is er ook nog zoiets van, ja, maar uh, kan, ja, je gaat met stromen werken, hè? je gaat stimuleren. Je ziet al voor je dat jij de verkeerde parameters instelt en ah, in een continue ja. kramp terechtkomt, toch? Nee, komt joh, als dat toch een consumentenproduct is, ja, vast nee, dat is het vast heel veilig. Het klinkt mij een beetje telcel. Ja, ja nee. Ik bedoel, klopt. wat, wat kostte dit soort apparaten? Deze, nou ja, wat ik zei, de, deze complex was tussen de 300 en 1300. Nou, nou ruime Maar toen begon ik in de literatuur te duiken en ik dacht ik, hé, hey, en daar is best wel uh, een en ander over verschenen. Heel veel Duitse studies. Hm. En uh, ja, het, de, de grond hiervan ligt hem ook in Duitsland. En daar blijken inmiddels, kwam ik achter, 2000 EMS-studio's te zijn. Dus, Studio's? Ja. Okay. En dan, het zijn dus, dus wij vinden dit nog een beetje vreemd. Maar in, ja. als we nu een podcast in Duits waren, ja. zeggen, oh, EMS-studio, natuurlijk. Ja. Hier, om die ekken. Met een kwart miljoen mensen in Duitsland die het gebruiken. Een kwart miljoen? Ja. En, maar, Ze hebben er wel 85 daar, hè? Nu uh, las ik dat... Uh, nou ja, 13.000 EMS-studio's wereldwijd. Het schijnt in Amerika booming te zijn. En toen ging ik googlen. En in Nederland kom je ze ook gewoon tegen. Niet waar. Ja. Ja, nou ja. En nog, want ik weet al waar jij geweest bent. Ja. Om de hoek bij jou ook ja, nog. Ja, in Zijst gewoon. Nou ja, toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. Om Hebben wij echt een blinde truc. vlek? Zitten nu allemaal luisteraars. Oh gasten, natuurlijk joh. EMS-studio. Ja, waarschijnlijk. Ik ben heel benieuwd wat ik... Ja, het is daar gewoon op... Uh, ik, ik Rijd daar wel eens regelmatig langs, eigenlijk. Het is gewoon de, de hoofdstraat, de belangrijkste straat in Zeist. En uh, alleen je ziet aan de buitenkant niet van dat daar uh, gesport wordt, <laughs> laat ik het zo zeggen. Ik uh, wil nu eerst dit vertrouwen, joh. Gaan we zo ja. goed naar de wetenschap? Oké, okay. want wij hadden het hierover. Jij zei, we gaan het hierover hebben. Ik zeg, kan je daar niet nog aan toe? Jij hebt bijna per omgaan. Ja, ja. ik kan morgen nog terecht, half twaalf. En toen? Nou, ik uh, heb me aangemeld bij Jim E. Ik heb een folder dus voor je. Het is geen mee. reclame, hè? Nee. Ik dus heb een niet meer noemen we je, meer Ja, maar ik wil anders worden. En uh, ja, wat grappig is, kijk op hun site. Ja, dan wil ik toch even ver vermelden waar. Moest je gewoon een online uh, plekje boeken? Ja. Dus ging heel snel. Kijk, wat duidelijk is bij hun: zij zeggen oké, okay, wij doen. Voor ons is het belangrijk dat we een supervisor bij hebben. Om, Klinkt goed? Ja, dus het is een soort één op één of één op twee, in ieder geval uh, begeleiding daarbij. En dat zij doen aan Whole a Body, WB EMS. Dus je hele lijf wordt aan het werk gezet. En het wordt gebruikt in uh, nou ja, de ruimtevaart, revalidatie en de topsport. En uh, bijvoorbeeld. Dus, Jimmy, use, you, Jimmy zei al meteen tegen jou: jij bent de recreatieve sporter, is niet ja. voor jou. Nee, maar daar kom ik zo op. Usain Bolt, Roger Federer en Sylvie Meijs worden daarbij genoemd. Kijk, ja, dan weet je al dat het uh, goed is spul is natuurlijk. Nee, ik heb, uh, ik heb dus me gemeld. Dus jij online afspraakje maakt. Ja. Oh, je hebt gebeld. Ja, nou, gemeld haar. Ik meldde me en ik werd ontvangen. Wat moest je meenemen? Moet je sportkleren aan? Nee, je moet niks meenemen, want... Stond je gewoon in je gewone gloffie? Nee, nee, nee. Dat ga ik zo uitleggen. Ik kreeg ja, een intakegesprek natuurlijk. en zei: Nou, wat ik heb eerlijk gezegd, ook dat ik een podcast maak en dat okay. ik gewoon wat gelezen had. En gewoon was. Kreeg je toen meteen de behandeling gratis? Dit was een proefles. Dus, oh, uh, nou, maar dat krijgt iedereen niet ja, omdat wij hier nee, een podcast maken. Klopt. Okay, okay. nou, en toen zei hij: Ja, hoeveel sport je? Ik zei: 6, 7 uur per week. dit en dit. En zei hij: Oeh, dat schrok je een beetje. Ja, veel toen, of weinig. Ja, veel te veel. <laughs> Want de mensen die daar komen en dat was meteen wat hij zei, ja, sorry, de mensen die hier komen zijn eigenlijk de mensen die gewoon amper tijd hebben om te sporten. Dus die gewoon uh, een quick uh, fix willen eigenlijk. Had je Jimmy zelf? Huh? Had je Jimmy zelf? Van ja, Jimmy nee, ja, ik had een jongen die had uh, een sportkunde gedaan en uh, nou ja, die had ik moet zeggen, hij had er echt wel ja, kennis kwam van. Kan goed over. En, uh, okay, ja, okay, en het okay, concept, niet te lollig doen. Ja. Nee, hey, dus hij zei: Ja, dat is een beetje gek. Want normaal, jij sport al genoeg. Het is nou niet echt dat jij uh, tekort hebt of uh, te weinig doet. Ik zei: Nou ja, goed. Ik. Uh ik wil het dan voor mijn core met name doen. En uh, nou, ik heb een beetje last van mijn rug. En zei oké, okay, nou dan snap ik het wel een beetje. Maar ja, dat zei hij wel: van als je dit structureel wil gaan doen, doe je dit één of twee keer in de week. Mm -hmm. Ja, ik weet niet of dat nog past in jouw hele schema. dus ja, dat zei, je Moest dus weten, ik beschrijf ja, Dat is één groep. De andere groep van mensen die daar komen, zeiden. Ja, dat zijn uh, juist mensen die een blessure hebben, of in contact met de fysiotherapeut. Nou, peesblessures, misschien knieblessures of. Nou ja, gewoon moeilijk eigenlijk uh, bijvoorbeeld kunnen hardlopen, fietsen, langdurig. Ja. Uh, moeite met uh, bewegen. Be hebben. Terugkomen van een busure, ja. Zeg maar. ja. En het is dan, uh, ja, het idee is natuurlijk uh, use it or lose it voor spieren. Mm -hmm. En als het jou niet lukt om te bewegen, is het wel fijn om ze toch aan het werk te krijgen door middel bijvoorbeeld van uh, e EMS. Elektromiostimulatie. Ja. Ja. Goed. Okay. Dus nou, jij daar naartoe. Je hoeft er denk... niks mee, je nee. hoeft er niks aan. En toen kreeg ik een setje mee van een shirt en een broek. En ik zei... Uh, is, dit trek... al, uh, is dit het moment dat we voor de YouTube-kijkers al naar de foto ja, kunnen schakelen? Ja, dat kan nou wel, denk ik. Ja, we hebben een, een foto van jou hier op het scherm Ik zei, staan. moet ik mijn onderbroek aan laten? Oh, ja. Nee, dat Belangrijk hoefde Belangrijk detail. Niet. Hoefde niet. Nee. Naakt in het pak. N ja, nou, eerst krijg ik dus ondergoed van hun aan. Oh, dat ook? Ja, dat is Van het eigenlijk... rechtwerfspul? Ja, nee, want ik denk dat nou het wel wassen gewoon. <laughs> en dan, kom, je stapt daar naar buiten, moet lekker strak aanzitten. Word je eens nat gespoten, want het is natuurlijk elektrisch contact wat gemaakt moet worden. <laughs> dus dus is dit ik krijg ervaring. Ja. Dus je gaat erheen, een beetje zoals in de zonnebank, moet je een hokje, ja. hokje in, ja. alles uit. Ja. Onderbroekje van hun aan. Ja, en een Komt shirtje. En naar buiten spuit ja, waar ja, En dan krijg je vest aan. Dan... Je, ik neem aan, je gaat gewoon onder een douche staan, toch? of niet? Nee, nee, nee. Hij deed dat met een spons. Oh, met gewoon een, met je uh, bloem, Oh of, ja, ja. ja. Okay. Even vernevelen. Ja, en ja. daar hangen van die vesten. Alsof uh, ik moest een beetje denken alsof je. Yes, gaat... Yeah. Uh, nou ja, laserkunde dacht oh, ik. Ja, ik krijg ook van die ja. vesten ja. aan. Nou ja, ik kreeg dus een vest om van hem. Moest behoorlijk strak zitten. Oké, nog even goed. Het is ook een beetje, als ik naar die foto kijk, zo die foto die. Moeten, ah, die, deze foto gebruiken we natuurlijk in de Tuurlijk, aflevering. Ja, dat ja. Verkeerde perspectief, ja. lukt me niet. Maar dus ik werd helemaal aangesnoerd door ja, hem. Het, het is moest, ook een soort laser game pak. Het, het moest dus het gewoon super strak zitten. Dus je hebt een shirt met korte mouwen. Lange korte mouwen wil ik en maar dan zeggen. daar gaat het vest overheen. ja En, en dan, dan vest... heb je een broek net onder de knie. Ja, en eigenlijk... Uh, en die dat, schoenen, die waren wel van die jezelf? Mag ik, je mag toch blote voeten, maar ik het okay. voor schoenen. ja En nou daar in die vest zitten dan allerlei elektrodes. Ja. En uh, nou, op verschillende plekken. In wat voor een ruimte speelt zich dit af? Want op de foto vind ik dit moeilijk af te leiden. Ja, nee, eigenlijk is het gewoon een... Uh, ja, ja, niet in meteen de studio. Een ja, niet maar meteen we... een sportschool idee of zo. Ja, het is vrij... Uh... Met een kunststof vloer, een witte muur. Ja. En daar sta je dan met jouw trainer. Of ja. Hoe moet je hem aanbieden? Ja, want hij staat iets verderop, achter een apparaat. En hij gaat van een afstand die, ja, die, die stroom uh, opdraaien. Want afhankelijk de een Stroom beetje. opdraaien? Ja, tuurlijk. Je moet. Ja, je, je kan niet zomaar je spieren uh, uh, laten samentrekken zonder dat daar stroom doorheen gaat. Echt voor wordt, de mensen uh, die luisteren: je moet voor de grap ja. even naar die foto kijken. Nou ja. Het klinkt... Je staat daar gewoon een beetje lullen verloren in een ruimte. Nou, nee, zo voelde uit. het niet. Ik werd goed ontvangen. Ik had nergens het gevoel van: oh jee, wat gebeurt er nou? Uh, Oké, okay, het voelde ja. wel veilig, dat is belangrijk. Het voelde heel veilig, want okay. hij, hij draait lang, langzaam, begint hij met. En uh, dan? De knop om Hij onze... zegt: Jurgen, ik ga nu beginnen. Ja, ik staat de moest... muziek op of is het stil? Het was stil. Um, en ik moest oh, in cool. een squat houding een beetje gaan staan. Ja. Al een beetje actief op die manier. En hij zei, ik houding. ga beginnen met verschillende spoeggroepen om die uh, aan te zetten. Ja. Maar dus hij begon met uh, mijn quadriceps. Je bovenbenen. Ja, en dan doet hij eerst langzaam voel je een beetje bubbelen. Denk. En dan vraagt hij, van, ja, hoe voelt dit uh, op schaal van 0 tot 10? Je ja, wil ergens rond de 6, 7 gaan zitten. 10 is echt pijnlijk. Dat wil, wil 10 is pijn? Niet. Ja. Zover maar het is niet een ga. 0 tot 10 pijnschaal. Het is niet dat 6 ook al best wel pijn is. Maar nee, is prima. Je voelt alsof, alsof, het voelt alsof jij gewoon contra ja, samen samentrekt. Ja, ja wat jij normaal voelt bij sporten, maar ja. nu niet. Ja en dat doe je dus van je begint met je quadriceps daarna kwamen de triceps de achter of de hamstrings ja, erbij tegelijk ja, doorbij, erbij erbij dus ja, ja, ja. en dan gingen we over van de onderrug naar de middenrug naar de schouders naar de en de rest blijft ook allemaal aanstaan ja, dus je zet er steeds meer spanning ja, bij op ja, meer plekken meer meer knoppen neem ik ja, aan ja, ja, ja. Uh, biceps triceps dus de voorkant achterkant van de spieren is dit draadloos ja hoe dan maar oh, er zit een batterij op of zo. Ja, ja, ja. Okay, ja. En dan uh, uiteindelijk uh, de, de, de buikspieren als laatste. Nou, Terwijl dan, je nog steeds in die soort van ja. sporthouding staat. En dan uh, en gaan we. Dan moet je dan niet heel erg lachen. Ja, ik ik kietel, natuurlijk moet natuurlijk lachen. Niet? De sfeer is heel relaxed, het is leuk, het is. ja. Uh, ja. En euh, nou ja, en dan gaan we beginnen met de oefeningen. Oh, dan is, dit is het niet. Nee, want het is niet dusdanig, dusdanig passief van dat je niks hoeft te dat doen. Dacht nee, dan ging ik beginnen met de oefeningen. Dus jij staat een soort van helemaal aangezet. Ja. Je voelt dat dat het pak heeft al jouw spieren een soort van tak. Ja, maar dan moet ik zeggen vier seconden aan, ja. vier seconden contractie, twee seconden of vier seconden rust. Oh, dus je wordt dus ja. de hele tijd geknepen. Ja, zo'n massage zou je het ook kunnen zeggen. Alleen dan wel allemaal op hetzelfde moment. Maar ook in je buik? Ook in je buik. En dan kietelt niet? Nee, ja, kietelen, ja, soms. Het ja, lijkt beetje, mij, als iemand ja. mij in mijn buikspieren knijpt, dan ja, dat ja. voelt het toch nou ja, goed. ja, goed, nou ja, dus het okay. is dus een beetje... En dan, en dan gaan we beginnen met de oefeningen, bijvoorbeeld uh, squats deden we en... Uh, dan ga je gewoon trainen? Ja, en dan wel met vier seconden dus omlaag ja. en dan weer omhoog. omhoog. Uh, ja, een beetje lust. in het ritme van dat pak. Ja, en zo deed ik, deed ik meer oefeningen. Je deed eigenlijk een, een, bijvoorbeeld voor je buik zo'n crunch terwijl je staat... Dus door voorover te buigen. En dan zetten die, wel, en dan, zetten die dan wel even extra uh, oh. jouw buikspieren. Draai je hem even op? En dan is het is eigenlijk hetzelfde idee dat je je bu buikspieroefeningen doet terwijl je ligt, zeg maar. Daar voelt het uh, eigenlijk zo op die manier. Dus je, je voelt wel specifiek ook. En dat is wat grappig. Ik krijg nu al heel veel behoefte aan onze wetenschappelijke paragraaf zo meteen. Ja, maar we gaan nog even verder naar de ervaring. Nou, daar gingen we bijvoorbeeld. Hoe lang gaat uh, dit door? Uh, alsof ik een gewicht in mijn armen had. Dat had ik dus niet. Het ja, waren gewoon twee curls balletjes. Doen. Ja, arm curls. Jij kent die termen. Ja. En het grappige is... Mij, dat anyway, Het ja. voelt alsof je wel een beetje... Alsof je een staaf in je armen hebt of iets. Want er is een beetje weerstand. Ja. En dat komt dan omdat de triceps aan de achterkant worden ook aangezet. Dus oh, die ja. geven dan die weerstand. Dus het is niet van... Nou, alsof je niks in je armen hebt. Maar uh, ja, dus er is wel wat weerstand... En uh, ja, je doet eigenlijk de core stability oefeningen. Weet die je een nog hoe jouw van, instructeur uh, heette? Nee, niet aan mijn hoofd. Jammer. Nee, anders kunnen we het van Joep, Joep en Jurgen ja. staan. Maar jij zegt dus, in die kale ruimte die ik daar zie, ja. staan jullie met z'n tweeën, hij achter de knoppen. En ja. dan zegt hij, oké okay, Jurgen, Hij nu, doet het uh, voor een beetje. Hij kijkt hij, hij kijkt een beetje naar de hoeken of ja, ja. dat goed doet. En, ja. Uh, ja. ja. Nou, en in principe twintig minuten ja, wat hij zegt dat dat is een beetje, ja hoe zei je het zij concept het dat je zegt in 20 minuten heb ik een volledige anderhalf uur workshop. Daar uh, vroeg ik gedaan. wel naar van, kom, want het wordt nou zelfs ergens van uh, overeen met drie uur alsof je in een sportschool rondloopt. Schaar je uit, ja. Nou, ja, ja met toen zei hij koffie. meteen, nou dat is natuurlijk niet van alsof jij uh, qua calorieverbruik moet je kijken. Maar misschien gemiddeld genomen als iemand ja, drie uur in de sportschool inderdaad de spieren aan het werk zet. Dus nou ja, goed. Uh, dit is wetenschappelijk denk ik niet uh, uh, onderzocht überhaupt hoe dit zich verhoudt. Hey, jij ja, had de afspraak als ik me goed herinner om half twaalf. Ja. Dus jij staat om twaalf uur buiten. Nou nee, want we hadden, die intake duurde allemaal wat langer. Hij moest nog oh. dingen van me weten. En daarna deden we ook nog een stukje cardio. Dus ging ik even een stukje, ja. stukje sprinten. Want dat deed hij voor in mij in de studio. Omdat ik vertelde van: ik ben een duursporter. Ja, op, op de plaats natuurlijk. Op de plaats. Ja. En we deden wat dynamische squats. Toen ging hij wel even van die vier seconden ging hij naar, naar één of twee seconden. Dat, uh, en dan gingen we gewoon een half minuut squats doen. Of sumo squats. En een uh, half minuutje sprinten. Dus je bent gewoon aan het sporten. Alleen in de tussentijd worden extra jouw uh, allerlei spieren in je lijf aan het werk gezet. Nou. En uh, hij zei: Nou, dit is een beetje van uh, hoe wij dit uh, hier aanpakken. Oké, okay, een paar vragen nog en dan gaan we naar wetenschap. Ja. Jij loopt om kwart over twaalf, half één naar buiten. Ja. Hoe voelde je Half één. Ik voelde uh, een beetje, ik had wel iets gedaan. Was je moe? Niet heel moe, maar ik voelde wel, vooral je mijn spier. buik, wat je zei, ja. mijn spier. Ja, een beetje zo. Dag later. Ja. Spierpijn? Uh, nee, niet, niet echt. Nee. Misschien wat ik misschien voel na uh, een keer na, na het zwemmen. Ik oh ja, een niet beetje... naar Bodyboost. Nee, bodyboost is wel wat stukje voor. Hey, voor de heftiger, mensen die niet maar, weten, bij heb... de Utrechtse ja. Triathlon Team, onze dan club, heb ik, uh... hebben we een uurtje. Ja. Daar ah, wil je gek gedraaid, ja, ik dan wel. Dan ben je twee dagen daarna ben je ook <laughs> ja, dan, dan voel je alles. Nee. Ja, dus in die zin was het vrij mild, maar en wel, heel het gevoel, ik heb wel wat gedaan. Heeft Jimmy, slash de collega van Jimmy, verteld wat zo'n 20 minuten in de studio kost? Ja, want ik heb natuurlijk uiteindelijk ook de prijzen gezien. En daar was hij ook heel eerlijk in van: uh, ja, het is wel aan de prijs. En dat zit hem ook natuurlijk in die 1 op een. Ja, het dan dan snap ik dat het met een supervisor moet. Dus waar komen we op uit? We komen uit op ongeveer. Als jij één keer per week gaat, dan betaal je 25 euro per keer, 100 euro per maand. Ja, en, en hij je zegt twee twee dat gaat, tegen jou: je moet twee keer in de week. Is nou mogelijk 200 per, per maand. maand? Ja, voor twee keer in de week. Ja, het maar uit. Ja, dat is dus ja, goed. Okay, nou, ik laat die even. Iedereen heeft zijn ja. eigen portemonnee, maar in mijn portemonnee zou het niet passen. Nee. <laughs> um, goed, goed. Dit is jouw ervaring. Ja. Leuk, hilariteit, keer uitgeprobeerd. Maar nu gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: is dit nou zinvol of onzin? Uh, zeker. Um, jij zegt er is veel Duitse ja. wetenschap. Ja. En wat hebben die onderzocht? Nou, die hebben heel veel gekeken. Het is begonnen eigenlijk als voor krachttraining. Ja. En die hebben eigenlijk, uh, nou, ik denk op dezelfde manier zoals ik het gedaan heb, groepen met elkaar vergeleken. En dan, uh, en dan voel je je hem al aankomen. Dan zijn dat groepen mensen van recreanten tot aan elitesporters zelfs en ik zag het Duitse review al uit 2012 en die benoemen eigenlijk in een introductie Meer dan 10 jaar oud, ja. van nou ja de Bundesliga uh, ploegen gebruiken het en uh, tafeltennissers world class en dan heb je een professional beach Dat hadden we moeten vragen denk ik aan, uh, aan Alexander ja en uh, heel veel andere 89 studies gedaan bij, uh, bij gezonde personen dus gecategoriseerd in nou ja recreant tot elite die hebben EMS dan gedaan meer dan zeven dagen, minimaal. Ja. En dan hebben ze gekeken naar parameters of uitkomsten van kracht. En dat is bijvoorbeeld uh, ja, of jij meer kracht kan, uh, in een legpress kan drukken mm, of jouw sprongkracht. Mm, mm, mm. En ook naar je sprintvermogen, je sprintkracht. En jawel, dan uh, zeggen zij EMS uh, werkt voor het ontwikkelen voor van kracht. <laughs> ten Wacht opzichte even. van. Komt Ik die? wou zeggen, ja, ja, ten opzichte van ja. wat? Van mensen die niks hebben gedaan. Aha, ja. Maar hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld iets ja. wat, uh, laten we zeggen, een factor 3 goedkoper is? Ja. Mensen die twee keer in de week ja. naar een sportschool ja. gaan. Ja. voor Ja, nou, uh, krachttraining. En dan, dan is helaas de conclusie van dat daar zeker geen verschil in zit. En misschien zelfs dat daar iets, uh, ja, dat, dat het dan misschien wel aan de verkeerde kant ligt uitvalt. Die studies, ja, die doen. En de vraag ze, is ook of je het zo moet afzetten. Die doen want, zij ook niet. Nee, denk want, ik, want nee. Zij die EMS-mensen beweren, als ik het goed hoor. Wij bieden jou dezelfde benefits als een sportschool, maar dan in een derde van de tijd ja. voor ja. drie keer de prijs. Dat ja. Zal niet heel toevallig zijn. Dus uh, het is natuurlijk voor mensen die zeggen druk, 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 druk en ik wil toch iets aan krachttraining ja. doen. Ja, dus ja, wat dat betreft lijkt het dan wel wat op te Kijk, leven. Kijk, mijn aardwaan zit natuurlijk op de plek dat ik inmiddels wel geleerd heb in het leven, maar zeker in de ja. sport dat als je ergens de bocht af lijkt te kunnen snijden, dat dat dan toch vaak ergens niet zo werkt. Nee, Weten we in, iets in de over de partner, lange nee. termijn effecten? Ja. Bijvoorbeeld, ik weet van hardlopen nog. Hè. Als je gaat trainen naar een eerste marathon of wat dan ook, dan, dan heeft, ik refereer nu weer aan dat mooie groene boek, uh, de hardlooprevolutie, uh, uh, Koen Jong. Maar anderen hebben dat ook. Die zeggen, nee, er zijn vier systemen die zich hmm. moeten aanpassen. Ja. Je conditie, ja. je spieren, je botten, je pezen, ligamenten. Ja. ja. Ik kan me nu even hardop <laughs> nadenken met jou. Als ik alleen maar mijn spiersysteem ga stimuleren... Ja. Ja. Voor, lijkt het mij niet onlogisch als je vervolgens problemen in je gewrichten en in je pezen krijgt. Nou, je wordt er geen uh, martel lopen van in die manier. Zo is het niet helemaal. Kijk, het... Uh, ja. Nou, je hebt een goed punt. Als jij denkt aan algemene fitheid, moet je meer doen dan je spieren ontwikkelen. Ik denk dat het goed is om even een stap terug te gaan. Ja. Van Wat is de natuurlijke manier van uh, spieren, nou ja, kweken zullen we maar zeggen, mm -hmm. trainen. Mm -hmm. En wat het dan is, bij lage intensiteit, dan zet je met name jouw langzame spiervezels aan, die rode spiervezels. En als het intensiever dat, wordt, explosiever, ja, dan komen die witte, die sneller erbij. Ja. En, en ja, hoe spieren dan in elkaar zitten, die, uh, het is niet dat elke spiervezel apart geïnnoveerd wordt. Groepen worden geïnnoveerd binnen Wat één spier. Wat bedoel je met het werkwoord innoveren? Uh, uh, innerveerd, zei ik. Oké, okay, ja, maar dan innerveerd. nog? Maar dat ken Aangezet. ik ook niet. Als okay. dus je hebt een ja, zenuwstroompje ja, vanaf een zenuwvezel, ja. of een stroompje, en die, uh, en die, die eindigt bij verschillende spiervezels binnen de spier ja. en die zitten op een afstand van elkaar. Die zitten niet naast elkaar. Die zitten in bundeltjes. En dat noemen we een soort, dat heet een motorunit. Die okay. horen bij elkaar ja. en dan is eigenlijk bij een lage intensiteit worden een paar motorunits aangezet en hoe, ja, hoe hoger de intensiteit, hoe meer motorunits worden aangezet, hoe meer spiervezels uiteindelijk worden aangezet ja. en getriggerd. Nou ja, dat is de fysiologische manier eigenlijk waarop spieren werken en spieren ook op die manier trainen. Wat zij zeggen en wat denk ik misschien ook wel klopt, is uh, ja, zij, zij zetten natuurlijk die spieren aan de buitenkant aan. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt is juist dat de, de spiervezeltjes die die rode spiervezels aanzetten, mm -hmm. die zijn vrij dun, als ik het uh, nog goed herinner aan mijn biologielessen. En juist de dikkere spiervezels. die gelden voor de. de, de, de snelle explosieve mm. spiervezels. Mm. Maar dat betekent dat als je aan de buitenkant gaat. Uh, proberen te stimuleren. Mm -hmm. dat juist die grotere kabels. die ja. worden eerder gestimuleerd. dan die kleinere. Ja. Dus dat betekent dat zij met name. en zo zeggen ze het ook. de witte. snelle explosieve spiervezels. Uh, aanzetten, activeren. Mm -hmm. aan de buitenkant. Dus wat zij. In ieder geval brengen is door een laag, relatief laag intensieve inspanning te doen. Ja. En eh, dan zet jij van nature al je rode spiervezels, je langzame aan. Ja. Daarbovenop helpt EMS om juist ook ja, ja. jouw wit spiervezels en, en dus en een daarom, hoge intensiteit daarom dan voor dus, jouw dus dat je oefeningen doet met dat pak aan. Ja. Want dat is wat ik ook meteen ja. dacht. Denk ja doe ik dat pakken en laat je me vervolgens 20 minuten... alsnog uh, crunchen, squatten, ja. uh, ja. liften. Ja, natuurlijk ja. gebeurt er dan iets. Nou, dat is, en, uh, dat is het idee. Nu ga je denken, maar ja, kan je op die manier... wil ik die stap ook wel maken... duursporters eigenlijk ook beter krijgen... door ze eigenlijk een, een duurtraining aan te bieden... maar wel met hoog intensieve belasting voor de spieren. Mm -hmm. En als, uh, een Duitse groep heeft dat inderdaad... een paar jaar geleden gedaan... En die hebben dus wielrenners uh, redelijk getraind, goed getraind. Hebben een trainingsprogramma laten ondergaan. Waarbij ze ja, op 60% eigenlijk een duur programma. 60% van VO2 max. Een paar weken lang. En dan uh, de ene groep. Het is natuurlijk lastig om het placebo uit te. Uh, ja, daar kan je niet voor. Uh, nee, dit voor kan corrigeren. je niet controleren. Nee. De ene groep kreeg het gewone trainingsprogramma. Het andere die kreeg daarbij de stimulatie van bovenbeenspieren en beelspieren. Ja, Tijdens het fietsen ja. of een soort van 20 minuten nee, extra. Tijdens het fietsen. En dat was dan niet gekoppeld, want dat is al een stuk lastiger, vinden ze, denk ik, aan jouw cadans. Dat oh ja. zou wel mooi oh ja. zijn. Dus ja, dat is ja, een beetje ja, gek ja. natuurlijk. Ja. En nou, Ze mate van alles en ze zeiden ja, kijk, de spierbelasting is in ieder geval een stuk groter. Want bij die bepaalde inspanning was bijvoorbeeld zuurstofverbruik werd hoger okay. doordat uh, ja. de lactaat, er werd meer lactaat geproduceerd. Ja. Uh, uiteindelijk vonden ze ook iets meer uh, enzymen in, uh, van, van in het bloed vanuit die spieren, dus suggereert wat meer spierschade. En dan hadden ze het idee dus ja, je hebt inderdaad een hogere belasting heeft die ene groep gehad voor de spieren met name. Oké. Okay. Maar ja, helaas waren ze zelf een beetje teleurgesteld van als keken ze na die X aantal weken die twee groepen hoe uit, hoeveel ze vooruit waren gegaan bij een 20 minuten test in een V2 max in een lactaat ja, zeg maar dredbel, de in de sprint parameters. Ja, ja. Daar vonden ze geen enkel verschil. Oké. Okay. Ja. Dus dat, wat zou dan de enige benefit zijn? Hadden die mensen dikkere nee, dijen? Nee, is het nee, nog optisch nee, iets? Ja, of zo? zij zijn een beetje aan het gissen, want je, je proeft een beetje als je artikel leest, dat ze heel graag willen dat het werkt en dat het een meerwaarde heeft. Dus zij gaan dan een beetje in. Misschien is het toch handig voor duursporters die wat bij, je, ja, of een beetje geblesseerd zijn, of uh, last van hun knieën hebben. Of... Zij zeggen, misschien is het allemaal toch wat ingewikkelder, dat als jij probeert, en dat, dat past wel in het fysiologische plaatje, waar we ooit in een aflevering over gehad hebben: van... ga jij uh, hard of ga jij ja, ga lang? Je lang of hard? Ja, ja, ja. en dat is een soort uh, ja, ze noemen dat volgens mij een soort interferentie-effect, of uh, dat je krachttraining en duurtraining die zitten elkaar in de weg. Hè? Ja, en dat het moeilijk is van als je in het ene beter wil worden, dan gaat dat ten koste van die van die ander. En dus daar gokken zij een beetje op, dat het toch niet zo simpel is. Nou, we doen duurtraining en dan bovenop gooien we een hele krachttraining. Dat uiteindelijk die spiervezels toch moeite hebben om, en dat de langzame spiervezels zich verbeteren, en dat die uh, de krachtige spiervezels, de snelle spiervezels, zich verbeteren. Meer onderzoek uh, gewenst. Uh, ik zag dat ze recent hebben dit herhaald, maar dan uh, zonder eigenlijk training uh, effect nog te kijken bij hardlopers. Ook inderdaad hetzelfde protocol om te kijken van is de belasting hoger? Kun je mensen op een loopband uh, ook op deze manier laten lopen? Ja. En daar vonden ze inderdaad dat ook die, die belasting uiteindelijk hoger wordt. Maar ik denk dat de volgende stap zal zijn dat ze ook dan gaan kijken naar vier of, of zes weken training. Aha. Dus uh, dat valt nog tegen. Maar lijkt het dan nu zo, dit was trouwens aflevering 15 alweer, okay. dat we het over ja. lang of hard hadden. L blijkt het dan zo dat je nu eigenlijk zegt, die wetenschappers die dit bestuderen, die vinden, jazeker, ja zeker, erg iets. heb jij zelf ook persoonlijk ervaren. Ja. Uh, sterker nog, we zien ook aan het lichaam dat het extra belast wordt. Mm -hmm. Maar we zien in feite geen extra trainingseffect. Of in ieder geval geen extra prestatie-effect. Nee, dat is nee. waar we nu zijn. Nee, omdat ik denk dat er zit ook iets in van training is meer dan alleen spieren. Maar je geeft het ja, ook ja, al aan. Ja, wat ik net ook al zei. En ja. ik denk aansturing. Coördinatie ja, uh, en aansturing. is natuurlijk superbelangrijk daarin. Kijk, ja. je zenuwen, die train jij ook. In gewoon of sneller of anders. Of ja, in ieder geval. Die aansturing is denk ik een heel belangrijke rol. En daar, daar wordt helemaal aan voorbij gegaan op deze manier. Ja, dus dit, dit, is te, ja, dit is te veel gedacht als de mens, als zijnde een machine met een x aantal componenten. En als je component uh, een spier verbeterd of mee nou ja, te verbeteren. Nou, dan gaat die hele keten wel verbeteren. Nou, maar daarom zal ik even worden. te zoeken. Ik weet natuurlijk dat er ook mensen trainen niet omdat ze beter willen sporten maar omdat ze er beter uit willen zien. Ja. Dus daarom zal ik even te zoeken. Ja, nee, Krijg je want, hier dan dikkere dijen nee, of want grotere daar was, biceps? was hij van? ook heel? Uh, hij zei meteen van: dit is de hypertrofie, echt grotere spieren. Dat lukt hier ook niet mee. Ik denk dat ze ook niet diep genoeg komen. Uh, dat de, je toch de, de stimulatie. Ja, ja. Dat je beperkt aantal uh, spiervezels aan het werk zet. Ik moet nog zeggen, het was wel grappig. Ja, hij vroeg dat bij mij ook, van die schaal van 0 tot 10. Ik had misschien een keer even moeten vragen, ga maar ze tot 10, hoe dat voelt. Ja, in, die, in die Duitse studie bijvoorbeeld, zeggen ze van met die wielrenners, zeggen ze, ja, we, gingen, we, we krikten eigenlijk de stroom op totdat het, tot het punt waarop er geen pijn werd gevoeld of ervaren. Ik kan me voorstellen, als jij echt in een enorme kramp continu. Als jij al je spiervezels aanzet, ja. ja, dat gebeurt in het echte lichaam eigenlijk ook nooit. Nee. Want dan, uh, ja, dan uh, ja, beschadig je gewoon. Ja ja ja, 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 ja. En dan heb je over een bij een effect. Ja, dat is zeker beschreven. Rabdomyolyse heet dat. En dat is dat gebeurt. Bijvoorbeeld zie je wel bij mensen die echt. Ja, ik ken het van de militairen die enorme lange marsen moeten maken. Mm -hmm. Uh, tot uh, ja, uh, dagenlang lang uh, mensen die niet gewend zijn, dus heel veel gaan trainen. Ja, dan gaan eigenlijk. Is er zoveel spierschade dat, uh, ja, dat je enorme spierzwakte krijgt. En eigenlijk, ja, ja je hele spieren ja, redelijk verrot zijn en helemaal tijd nodig hebben om weer op te bouwen. Oh, okay. Dus in tegenstelling tot normale training, we hebben het vaak over micro schade. ga je over een soort uh, tipping point heen ja, ja, of zo dat het ja, echt kapot ja, is. Ja, ja. Hm. Nou, waarvoor het, ik vind het toch wel belangrijk, te, dit is wel een, een, een techniek die wordt toegepast, positief en succesvol bij mensen die echt gewoon amper kunnen bewegen ja, ja. of moeten liggen. En ik weet bijvoorbeeld van de, de tijden van de corona, de mensen echt die op de ICU, de intensive care terechtkwamen en niet uit hun bed konden komen, gewoon ja. geen energie hadden om. Ja, daar heb dan weet ik dat daar ook studies toen in ieder geval aan de vuur zijn gegaan om, gedaan, om te kijken van kunnen we van in het kader van use it or lose it toch die spieren aan het werk blijven zetten, die beenspieren, met het idee van niet alleen goed voor de spieren, ook voor de doorbloeding... energieverbruik gaat het ook om, hè? Uh, glucoseverbruik, want daar zijn de spieren belangrijk voor. En dit wordt eigenlijk al uh, langer is dit toegepast bij uh, bijvoorbeeld mensen, nou ja, ook uh, en die studies zijn gedaan. In uh, mensen met Duchenne uh, dystrofie, die hebben. Ja, spierziekte, aangeboren spierziekte. Ja, maar ook mensen met uh, ernstige vormen van, uh, van, van kanker, bijvoorbeeld, of hartfalen, COPD, die hebben allemaal inspanningsintolerantie. Die kunnen heel moeilijk, ja, die kun je moeilijk op een fiets zetten of mm -hmm. uh, aan het hardlopen of iets dergelijks krijgen. En wat ze bij die mensen wel vinden, is uiteindelijk dat uh, positieve uitkomst wat betreft spierkracht, uh, wat betreft volgens mij ook bijvoorbeeld uh, via VO2 max, dat je op die manier toch... Beter nou ja, uithoudingsvermogen. Ja, beter uithoudingsvermogen. Alleen daar komt die, zeggen zij, en dus zou het kunnen toegepast worden voor revalidatie doeleinden. Uh, alleen er zijn die, uh, de schrijvers van, van de wetenschappers die hiermee bezig zijn geweest. Ja, dit weten we. Maar de vraag is er, en die onderzoeken zijn niet gedaan, hoe verhoudt zich tot de andere vormen van revalidatie die we toch ook ja, al ja, doen? Ja, ja. Ja, ja. En ja, dan kun je niet zeggen, is het een beter dan het ander. Het moet ook maar passen. Uh, en bovendien zijn er studies niet gedaan van zijn deze mensen dan wel in staat om iets meer inspanning te verrichten? Inspanningsonderantie omhoog. En ik, ja, ja, dan gaat het uiteindelijk om. Kwaliteit daar, van leven. Maar, ja, precies. Maar Jurgen zie je dan wel dat die spiermassa toeneemt ja. of minder verliest. Ja, spiermassa neemt ook toe, spierkracht ja, ja, ja. neemt toe. Er zijn ja, ja. Allemaal, dus die ja. effecten zijn er ja. wel. Ja. 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 Nou ja, het ging bijvoorbeeld om de quadricepskracht. Uh, en die is dan uitgedrukt aan in kilo. Ja, 1,1 ja. kilo. Alsof ze dan 1 kilo meer kunnen. Uh, ja, drukken denk ik okay. uh, in, een, in een lag press achtige protocol. Ja, het ligt eraan of, uh, of het eerst vijf was en dan zes. Ja, of we precies, dat, dat eerst vijf vijf het eerst vijftig was en dan 51. Ja, ja. Ja. hey uh, Zullen we eens even zoomen met Vroemen om te kijken wat zijn visie uh, is op EMS? Ja. Of die veel atleten in zijn stal uh, al in de studio's hebt liggen in ja. Duitsland <laughs> of hier aan Zeist? Ja. En uh, nou, dan kunnen we er daar ook een klap op geven, zinvol of onzin. En dan ga ik jou zo ook vragen of dit nu een vaste routine van jouw week gaat worden. We gaan zoomen. Guido. Hé hey Guido. Hey. Goedemorgen. Hey, hey, Goedemorgen. Uh, ik zit hier uh, met een atleet van 20 minuten op de bank. Vol op spierpijn, want hij is uh, naar de elektromiostimulatiestudio geweest. Zie je niks aan mij, Guido? <laughs> <Hey>. ja, moe. <laughs> moe. <sleuk> oh, weet je. Hey, uh, even bij, bij het begin beginnen. Ah. beginnen. Even, ja, ja, ja. Doe nog eens terugschakelen, want ik zag het niet goed. <laughs> ah ja, je hebt dat, dat hemd zit helemaal strak. <laughs> ja, ja, en dat ja. voor één keer twintig minuten. Ja, ja, ja. Ja. Hey, had jij God. er wel eens van gehoord, Guido? Voordat wij appten dat we het hierover gingen hebben. Ja, dat is niet zo <laughs> heel, heel nieuw al. Hè. Dat bestaat al langer. Ja, ja. de studies zijn ja, al tien jaar, jaar oud. Er steeds, steeds nieuwere vormpjes gemaakt. Een heel pak van maken. Ja, dat, uh, dat is wel wat nieuwer. Maar met elektronisch opplakken op spieren, dat bestaat natuurlijk al heel lang. Waar uh, ben jij het al wel eens? Uh, kom jij het tegen in jouw praktijk of bij jouw atleten? Hoe, hoe kom jij ermee in aanraking? Um, nou ja, in, in mijn praktijk en als sportarts uh, kwam ik het het meeste tegen in het revalidatietraject, mm -hmm. dus bij blessures. Um, en dan moet je je voorstellen als gewrichten. Uh, Stuk zijn en uh, die, die uh, na een knieoperatie bijvoorbeeld, en je wilt je quadriceps, bovenbeenspieren, trainen, je kunt je knie niet recht maken omdat die geopereerd is, ja, dan kun je nog steeds da, 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 met elektrostimulatie natuurlijk die spier activeren. Dus dat is bijvoorbeeld een, um, nou ja, een, een, een ding wat je daarmee kunt doen. Um, tegenwoordig wordt dat natuurlijk ook in de sport veel meer ingezet. En er is dus hele pakken ervoor, Maar uh, sporters die als een soort hersteltraining iets willen doen, zonder dat ze uh, eigenlijk de mogelijkheid hebben om te rennen, te zwemmen, te fietsen. Die kunnen dit gebruiken. Hè? Als je in het vliegtuig lang zit, kun je dit bijvoorbeeld ook gebruiken. Doen ze het ook? Nou, die van mij niet zoveel. Nee, <laughs> nee, nee jij kent geen... Nee, uh, ja. Ja, maar het is meer van... Uh, Um, wat heeft je voorkeur? En, en hoe zit je in de tijd? Heb je uh, in de mogelijkheden. Ga je liever zelf. als het over herstel gaat. Hè? Um, en nu rustig... heb je het over herstel na spierblessure, Guido. Niet zozeer herstel. Nee, ook van gewoon trainingen. herstel na zware trainingen. Oké, okay, oké. Okay. Dan, natuurlijk... dan zie je het meer als een massagemogelijkheid of zo. Op die manier. Het of... is niet hetzelfde natuurlijk, maar wel zoiets. Hè? Ja. Weet je, je probeert je spieren. Op een, uh, op een bepaald niveau te activeren... waardoor je... Um, een beter herstel zou kunnen bewerkstelligen. Ja, ja, ja. Je kunt het ook natuurlijk op gaan draaien... en um, als de voltage hoger wordt... ja, dan op een gegeven moment... krijg je natuurlijk een hele harde contractie. Ja. ja. Nou, dat is wat Jurgen heeft beleefd. Heeft hij net de geuren en kleuren zitten ja. vertellen... en we helaas om Precies. zitten lachen. Heel hard. Zitten, ja. Heb ja. je geschreeuwd? Of niet? Nee, dus ik zat er van een schaal van 0 tot 10 op 7 of zo. Dat, dat wilde ik Net ze nog maken. 6. Ik moest het wel... 6, 7. <laughs> niet waar zat Ik moest, hij op? Ik moest toe het, toe het doen, wel he? voelen, maar het moest niet pijn gaan doen. Ik moest het in, waar zat hij uh, op? In de ik kwart, had zo'n heel vest aan, dus het zat alles. op verschillende spiergroepen. Van quadriceps, hamstrings, onderrug, middenrug, schouders, biceps. En het triceps. ging allemaal tegelijk? En ja. buikspieren, ja. Uiteindelijk allemaal tegelijk. En, dan moest hij... en in hetzelfde ritme ook. 4 seconden aan, Dan squatten. Dan staand crunches doen. Bicep ja. curls. Maar hij ja. moest gewoon eigenlijk gaan trainen met alles onder spanning. Fascinerend. Ja, en, en toen? En <laughs> toen? Ja, en toen? Nou ja, dan suggereren zij dat je in twintig minuten op deze manier... Uh, net zoveel uh, belasting voor jouw spieren, zeg maar, uh, prikkels uh, aanbiedt... dan in drie uur normale uh, sportschool. En Jurgen zei er al bij toen deze, ik noem hem toch maar even Joep... dit tegen Jurgen vertelde. Toen zei hij zelf al... Lijkt mij ook wat ja. ruim ingeschat. Ja. Nee, het, het idee ja. is gewoon: mensen hebben niet zoveel tijd om uh, uitgebreid uh, aan, uh, aan training, krachttraining, weerstandtraining te doen. Okay, ja. En dan uh, op deze manier krijgen ja, 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 is... ze veilig en inderdaad zonder uh, enorme belasting voor knieën, pezen, et cetera. toch ja. dat een beetje extra te geven voor hun, uh, ja, aan hun spieren. Ja, het is, het is toch wel. Weet, dat moet ik altijd een beetje de, de, de toegeven. Dat ik als ik dat zo hoor: in 20 minuten word je ja. helemaal weer fit en alles. Dat is dan toch voor de mensen die dan denken: ja, voor moet het nou, ik moet wel wat doen. Maar ik heb er echt helemaal geen fuck zin in. Mm -hmm. Dus als het in 20 minuten klaar is, prima. Ja, ja. En maar doe... um, even dan uh, naar, met jouw fysiologische achtergrond als uh, sportarts ook, uh, ja. Guido. Een van twee dingen die bij ons opkwamen, Jurgen bracht al op, het lijkt erop dat het alleen maar eigenlijk aan de buitenkant van de spieren en de buitenste spiervezels stimuleert. En een tweede vraag die ik al hier beredeneerd op bank kreeg, goh, als je sport belast je toch veel meer dan alleen je spieren, maar ook je botten en je pezen en je ligamenten. Uh, kan je hier nou juist nog jezelf een blessure Precies. mee in trainen, omdat je spieren te sterk worden ten opzichte van de rest? Nee, dat niet. Dat denk, ik, dat denk ik niet, maar ik heb wel een punt waarvan ik denk, nou ja, wat, waarin dit tekort schiet. Kijk, Jurgen moest wel zelf bewegen. Ja, ook. Ja, dat is, dat, ja ook. Oké, okay. nou ja. Wat is de uh, essentie van, nou ja, als je gaat trainen, dat is bewegen. En bewegen doe je door je spieren samen te laten knijpen, maar er zit ook coördinatie, aansturing van neuraal, hè, van je brein. En als je dat ja, ja, eigenlijk wordt met elektrostimulatie wordt dat overgeslagen, want het gaat alleen maar om de contractie. Hoe je die contractie, nou ja, fijn afstemt vanuit je brein, vanuit je uh, zenuwstelsel, dat train je daar niet mee. Nee. Dus juist die coördinatie, fijne coördinatie. Uh, onvermoeidheid, ja. met name en uh, ja. aanpassing op een neuraal gebied. Uh, ja, dat nee, dat, dat, daar ga je helemaal aan voorbij. Ja, dat, is, uh, ja. Uh, ja. dat mis je helemaal. Ja. Dus um, als, je, uh, als je in een toestel um, gewicht moet gaan wegduwen uh, of zo, dan hoef je alleen maar één richting op te duwen en is verder weinig coördinatie hmm. bij nodig. Ja. Um, als je hele moeilijkere bewegingen moet gaan doen. Onder heel uh, zware spanning en uh, uh, weerstand en vermoeidheid. Ja, dan, dan, dan heb je niet zoveel alleen aan spierkracht. Want dan moet je die beweging ook goed kunnen coördineren. Ja, kunnen dat wij, mis je dus hierbij, denk ik. Ja, dat ja. mis je hier helemaal bij. Kunnen wij dan voorzichtig naar een conclusie? EMS-spierstimulatie als alternatieve training? Onzin. Als ondersteunend bij revalidatie van een blessure zeker zinvol, en jij ja, vindt het altijd. Ja, dat laat je vind nee. ik wel. En, en met name als mensen echt gewoon niet kunnen sporten. Hè? Dat is exact, gewoon, ja. exact. He, dus als dat bewegen ja. om wat voor reden dan ook gelimiteerd is, ja, ja oké, okay, dat is breder dan een blessure, we hadden het ook over spierziektes ja. of andere aandoeningen. Ja. Ja. Maar in ieder geval, als sporten niet mogelijk is, zeker, dan biedt het kansen, maar niet de wereld op z'n kop. Als jij eigenlijk kan sporten, maar je denkt, ik doe het even in twintig minuten, dan ben ik klaar. Ja. Precies. Nee. nee, dat is het ook niet. Want als je denkt: Nou, weet je, ik ben een triatleet um, en ik ga alleen nog maar elektrostimulatie-trainingen doen. Um, voor elke sport doe ik 20 minuten op een dag, ben ik een uurtje aan het trainen en dat doe ik uh, een, een half jaar lang en dan ga ik uh, een, een halve of een hele triathlon ja. doen. Ja. Ik denk dat dat... Ik, ja, misschien moeten we een oproep doen. Dat iemand dat als... Ja, dat ja, een... ja, wil wel proberen. Nee, nee, ja, ja, okay, proberen. Maar dan moet he? ik ook zeggen, maar... dat is natuurlijk een karikatuur... waarin onze luisteraars ja. nu ook denken... ja, nu onderschatten okay. jullie ons. Maar dan, daar zit dan nog één genuanceerde tussenweg in. Zou het dan nog kunnen als je... een beetje jouw scenario, Jurgen. stel, het lukt je wel om zes uur in de week... Eh, een keer te zwemmen, een keer te bodyboosten... twee keer te hardlopen, twee keer te fietsen. Best wel sportief al. Dat je daar dan nog een keer twintig minuten bij gaat steken, dat dat je extra sterk zou maken, zien we daar dan nog zinnigheid van? Nee. Uh, ja, ik twintig minuten dan wordt het natuurlijk gezegd, ja, zo'n drie uur. Nou, dat geloof ik niet. Uh, als je het leuk vindt en als je het fijn vindt om te doen, prima, weet je. Ja. En ik als dan, je dan dus denk ik, een keer terug. Guido, 200 euro per maand, hè? Dit. Dus je moet ook nog eens even hele diepe zakken hebben. Hoeveel is dat per hebben. minuut? <laughs> hoeveel is dat hoeveel oh ja, per minuut? Ja, even, ja, minuut. even, ja, even kijken. 4 ja. keer 80. Ja. Nee, 4 ja. keer 40, 160 minuten. Ja, dat is meer dan een euro per minuut. Dan hoop ik dat de Joep of de Jimmy of de Maloes waar je bij staat heel gezellig is. Ja, <laughs> ja maar het is ook even een stukje aandacht. Hè. Krijg je dat ook de afloop uh, Kerstensap? Ja. Ja, <laughs> ja, mooi, mooi, ja, mooi nee, rondgemaakt. Ja. Nee. Ja. Hé, hey, um, ik wil hem anders maken. Als je nou toch uh, zoveel geld hebt. en ook als je niet ja. zoveel geld hebt. geef dan gewoon één kopje koffie per maand aan de Slimmer Presteren Podcast. Dat doen tegenwoordig echt heel veel mensen. En uh, ik heb deze aflevering nog niet een uh, mooie shout-out gemaakt naar de mensen die dat recent hebben gedaan. Dus schrijf even mee of surf gelijk naar slimmerpodcast.nl/slash vriend van de show. En sluit je aan bij uh, Jaap van der Bregge of uh, Matthijs. Bij Jaco Leeuwerink. Bij Johan Groen. Bij Sander Los. Bij Barbara. Bij Enja Stam. En dan ben ik er nog niet. Je kan je ook aansluiten bij uh, Harmen. Bij Rut Luttikhuis en Joran van Leuzen. Allemaal mensen die zeiden: Weet je. Die podcast. Ik leer daar toch echt wel wat van. Ik wil die lui ondersteunen met 3 euro per maand. En dan zeggen we altijd bij: kies dan even voor dat jaarabonnement. Want dan krijg jij een maand gratis en betalen wij maar één keer transactiekosten. En zo uh, komen we hopelijk samen de winter door. Dat was uh, oproep 1. Oproep 2. Uh, het is vandaag vrijdag 22 september, als deze uitkomt. Als ik het goed in mijn hoofd heb, zijn er wellicht vrienden van de show die richting Berlijn gaan. Voor de Berlijn Marathon, die is aankomend weekend. Wie zeker naar Berlijn gaat, dat zie je wel op mijn Strava komende week. Uh, ben ik met het team van Live Online Events. We hebben een hele mooie opdracht in Berlijn van dinsdag tot en met zondag. Dus ik ga die marathon net missen. Ja. Maar misschien kan ik nog wat over wat uh, bekertjes en sponsorposten een rondje maken. Dus uh, mocht je in de buurt van Berlijn zijn, maak even shout out. Gaan we samen hardlopen. Heel vervelend voor je. Hè? Het is echt een heel veel ja. klusje. Ja, het is leuk hoor. Het is Met tandartsen. Oh, en uh, <laughs> dat we, maakt het extra leuk. Daar ja. Weet ik ook alles van. Ja. Hé, hey, en uh, ga jij nog iets leuks doen? Nee, ik ga denk volgende week met de Devil's Trail meedoen. Ja, 1 dus, oktober ja. hier op de Utrechtse ja, Heuvelrug. Ja. Leuk. Dus Veel hier, uh, mensen uit het uh, Slimmer Presteren Utrecht chapter... die daar uh, waarschijnlijk als, lekker als komen trainen. Als voorbereiding al op uh, Het Leur natuurlijk. Ja, komt er ook uh, langzaamaan. Ja. Ja. Dus uh, nou, mocht jij nog uh, een vriend van de show zijn geworden of zijn... sluit je aan bij onze Slimmer Presteren regionale chapters... en deel daar vooral welke evenementen jij gaat meedoen. Dan uh, kunnen we zoveel mogelijk leuke contacten tussen vrienden faciliteren. Guido, jij nog mooie plannen zo eind september. Nee, ik blijf gewoon lekker uh, op mijn mountainbike door de bossen crossen. En uh, pruimen, pruimen plukken en uh, voorweden. <laughs> ja, die zijn al nu zijn dan uh, de appels komen. Die ah, ja, ja, dus ik uh, blijf de hele ja. tijd bezig, ja. dus ik heb het. Uh, weet je, ik heb het prima zo wat betreft uh, verspruit. Misschien een handeltje in het begin, hè? Ja, 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 die pruimen kreeg ik toch al niet op. Dus die staan aan de weg voor mensen die dat willen. En die ja. kunnen dat in een zakje doen en ah, okay. meenemen. En als ze willen, geven ze er een euro voor. Ja. Moeten ze eerst ontdekken waar dat landgoed voor jou verstopt ligt. En op welk fietsrondje ze dat mee moeten pakken. Maar dat is een leuke challenge. Cool. Ja. Helemaal goed. Zijn we eruit? Gaan we afsluiten uh, door even uh, je nog één keer te vertellen. Hoe kan je ook weer reageren op een aflevering? Of hoe kan je ons bereiken? Nou, deze aflevering kwam tot stand omdat iemand naar nou, ons Twitterde slash xte, een xje stuurde, een kusje stuurde. Uh, daar zijn we namelijk de slimmer Podcast... op Twitter en op Instagram. Nou, x dus. En op Instagram. En vooral ook de slimmer Pesteren podcast op LinkedIn. Ga ons alsjeblieft op die platformen even volgen, want dan zie je iedere vrijdagochtend in je tijdlijn een post met het onderwerp van die aflevering van die week. En bij die post zit dan ook altijd een linkje naar de webpagina van die aflevering. Dat is op uh, www.slimmerpodcast.nl dat is dan handig, daar kun je die link pakken en die kun je doordelen naar andere mensen. En zeg: Hé, hey, moet je luisteren, ze hebben het over EMS en ze doen net alsof dat iets heel raars is. Terwijl wij dat heel leuk vinden. Waarschijnlijk heb je dan een Duitse tongval als je dat zegt. Uh, niks mis mee natuurlijk. En uh, je kan wel zo Ja, Gerrit, dat is een uh, handjongen. <laughs> ja, kan... ja maar dat, dat heeft Guido niet gehoord. <laughs> Guido. Een kwart miljoen Duitsers komen bij de EMS-studio's. Ja. Ik bedoel, die gaan naar de kapper eerst en daarna naar de EMS-studio. Kan <laughs> oh, ja. uh, je je ja. voorstellen? Is het ja tol, mens. Ja, dat klopt ja. ja gar niet. <laughs> Ik neem aan dat jou in Limburg, dat daar ook was, vlak over de grens. Dat ho, dat ho, toch, ho, dat... ho, 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 ho. Oh, Wat ja, ja, je gaat niet? Nee, dit kan je niet ja. doen. Nee. Je kan niet tegen mensen uit Limburg zeggen dat ze of bijna Belgen zijn en allemaal niet bijna Duitsers zijn. Ah, dat vind ik, ik dat, niet oké. Okay. Nee, Lijne, maar het is Lijne. wel dichtbij, hè? Oh, echt? <laughs> ja. Dat is wel dat is wel ja. Als ik vanuit uh, mijn, mijn, uh, mijn geboorteplaats uh, te hard fiets, dan zit ik al in Duitsland. Ja, nou, als jij het zegt, dan mag het. Maar jij mag het niet zeggen, joh. Ja? Okay. Nou, anyway. Okay. Ik was nog even zeggen: je kan ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl Met al jouw reacties, aanvullingen, uh, leuke anekdotes over jouw ervaring in een EMS-studio. Of argumenten waarom wij dit echt volledig ten onrechte toch min of meer als uh, licht onzinnen verklaren. Tenzij, hè, het was wel een, een mits, tenzij bij. Uh, we horen graag van je en we vinden het leuk om uh, met jou samen nieuwe afleveringen te gaan maken. Guido, dankjewel weer. Ja. En jurgen tot volgende week. Tot volgende week. Yo. Met al meer dan 150 afleveringen van de Slimmer Pesteren podcast... delen we aan het eind van iedere aflevering tegenwoordig nog een tip... uiteraard gebaseerd op de wetenschap... om slimmer te presteren in jouw sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, op welke aflevering wil je onze luisteraars deze week wijzen? hele oude aflevering 3. Oh, ja. Dat is uh, februari 2020. Ja, ja. Maar toen hadden we het al bij het rechte eind, denk ik, door te, te zeggen dat variatie in je training heel belangrijk is. Ja. Want ja, weet je dat er uh, studies gedaan waarbij ze atleten eigenlijk continu hetzelfde lieten doen? Mm -hmm. Nou ja, die, uh, ze verbeterden niets, ze werden ziek, kregen blessures, een beetje burn-out misschien. Okay. Dus uh, het, het is gewoon van belang om steeds nieuwe prikkels aan te bieden. En of dat nou is in je training, intensiteit van je training, je trainingsrondje, ga eens een keer een uh, andere kant op of uh, van rechtsom, linksom. Of gewoon eens een andere sport uh, te beoefenen. Padellen bijvoorbeeld, beachvolleybal. Jouw lichaam, ook jouw lichaam Gerrit, heeft nieuwe prikkels nodig om zich te blijven aanpassen en op die manier sterker en fitter te worden. Klinkt goed. Variëren kun je leren. Ik ga maar eens even beginnen met aflevering 3.